Deze week gaan we het hebben over de hygrometer. En die houdt in de gaten of de vochtigheid in je huis goed in balans is. Oh ja, voor ik het vergeet, abonneer je op mijn kanaal. En dan moet je eventjes op dat gele belletje drukken. Dan blijf je op de hoogte. Nou, handig toch? Het probleem. Nou, we hebben al ons huis wel heel erg goed geïsoleerd. Maar het betekent ook dat wat niet naar binnen kan komen, ook niet naar buiten kan. Hè? Dat spreekt voor zich. Dus we douchen, we koken, van allerlei dingen. En daar kan dus de vochtigheid in huis heel erg door veranderen. Zeker 's morgens of 's avonds heeft dat een piek. Hè? Want je gaat douchen, je kookt en doet maar op. Dus blzp, daar gaat je vochtigheidsgraad. Maar wat doe je er dan aan om het vervolgens weer naar beneden te krijgen? Nou, en daar heb je een hygrometer voor. Want die hygrometer, net zoals een temperatuurmeter, die ziet precies hoe die vochtigheidsgraad is in huis. En het is een apparaatje, die kan je bij iedere doe-het-zelf-winkel kopen. En nou, misschien kost die 2-3 euro, meer niet. Het is maar een heel klein dingetje. Maar het is wel heel erg belangrijk om het in huis te hebben, want vocht kan veel schade aanrichten. Droogte natuurlijk ook, maar daar hebben we niet zoveel last van in Nederland binnenshuis. Dus zeker in de herfst, het is nu vochtiger overal buiten, maar dus ook binnen. En het tast bijvoorbeeld de bekleding van je bank, je tapijt, je kleding, je behang, alles tast te veel vocht aan. En die hygrometer die vertelt jou precies van, hey, ik zit te hoog. Nou, dan doe je, om het tegen te gaan, zet je of even een deur open. Het wordt nu ook weer kouder en je denkt misschien, nou, dit is wel een hele rare tip, maar we moeten toch ook weer gaan uitproberen of de verwarming het doet, toch? Nou, dus zet je verwarming open. Zorg dat het echt eens eventjes 22 graden wordt in de kamer. Maar wel met alle deuren open. Denk, jeetje, nou zeg Marja, dit is wel heel raar. Want nu en al het stroom. Nou, dat is juist helemaal niet zo. Want weet je dat als je verbruikte zuurstof in je kamer hebt en het is ook nog eens een keer vochtig, je voelt jezelf heel erg moe en uitgeput. Maar ook is het voor die verwarming heel moeilijk om gebruikte lucht nog eens een keertje warm te krijgen. Dus, deuren open, verwarming aan, plof. Die lucht wordt dan iets warmer. Die gaat weg, want die stijgt en die gaat hupsakee je huisje uit. Goede lucht komt binnen. Hopsakee, kijk even op je hygrometertje. Ja, hij zakt weer. Joepie. Nou, je doet je deur weer dicht. Verwarming weer uit, want dat is misschien niet echt nodig. Oh, en je voelt jezelf ook zo lekker en fris. En dan denk je, oh, hartstikke goed. Goed om gedaan te hebben. Nou, en daarom allemaal hollend naar de doe-het-zelver voor een hygrometer. Ja. Ik heb heel graag een hygrometer in de slaapkamer. En bij mijn zoon, die heeft zijn wasmachine en zijn kleding in dezelfde kamer. Dus die heeft daar een hygrometer. Want ja, ik bedoel, wassen en al die dingen meer, die kunnen je droge kleding natuurlijk ook een beetje vochtig maken. Hè? En dat is ook belangrijk. Zorg dat bijvoorbeeld in een kledingkast of zo, hè, dat spullen niet te dicht op elkaar hangen, dat ze een beetje kunnen ademen. Zet 's avonds, als je naar bed gaat, je hebt dan toch niks te zoeken in de kamer of waar je kleding ook is. Schuif de deur een beetje open of zet de deur een beetje open. Laat dingen ademhalen zoals je dat zelf ook wil. Dus ik heb zeker wel 4 hygrometers in huis. Nou, kost het me een tientje. Is het me ruim waard. En voor mensen die verzamelingen hebben, bijvoorbeeld oude platen of postzegels, ik weet niet wat allemaal. Maar in ieder geval, zet er ook maar een hygrometertje bij. Dus afhankelijk van ieder huis. Maar in ieder geval, wees er niet te zuinig mee.
Oh, en dan heb ik nog een hele goede tip. Nou ja, we mogen tegenwoordig geen suiker meer gebruiken. Dus ik heb inderdaad ook nog een doos suikerklontjes. Nou, ik weet niet of suiker over de datum kan zijn. Maar in ieder geval, ik heb er nog een doosje van staan. En wat ik nou doe, heel slim. Want ook koekjes, als je die in de trommel stopt, nou, die worden toch minder vers op een gegeven moment. En dan, zo'n flauw koekje. Nee, hoeft niet. Dus gooi je calorietjes van die suikerklontjes, doe er 2 in die koektrommel. En je zal zien, die suikerklontjes die zuigen het vocht in je koektrommeltje op. En je koekjes blijven heel knisperend en vers voor als er bezoek komt. En voor ik het vergeet, daar hebben we kaas. Nou, wij Nederlanders eten heel wat kaas. En ook graag. Als het in de reclame is, dan kopen we zo'n fabriekskaas, weet je wel, zo'n bonk, vacuüm verpakt. En dat doen we vaak toch langer mee dan een week. En daar is, want misschien heb je het wel eens meegemaakt, hè, dat je voordat je kaas gaat snijden, dat je even iets weg moet schrapen met je kaasschaafje, omdat dat lijkt op een beetje schimmel, hè, een beetje zo'n witte uitslag. Nou, en die uitslag bedoel ik, want dat is inderdaad een vorming van schimmel. En die kan je ook verhelpen met een paar klontjes suiker. Want suiker is niet selectief. Die slikt ook dat vocht op wat er uit je kaasje komt. Nou, en zo blijft je kaas heerlijk fris en kan je er heerlijk lang mee doen. Dus leven de reclame voor de kaas. Joehey! Zo, dit was het weer voor deze week. Nou, als je wil abonneren, dan kan dat natuurlijk. En als je op de hoogte wilt blijven, en vooral, ik ben ook heel erg geïnteresseerd naar jullie tips, dat kan je dan hier doen. Ik zou zeggen, veel plezier, doe wat met de tips en tot de volgende keer. Dag!